We gaan proberen nog even een serieus interview te doen na de afloop. Ja. Lukt dat nog, denk je? Jawel, er zit nog wat in het vat, gelukkig. Wat een middag, hè? Ja, heel bijzonder. Dat je, vorig jaar maakte hij natuurlijk al onwijs mooie dingen mee. En hey, doei doei, tot snel, hè. Tot volgend jaar. Nee, dat is natuurlijk mooi dat je dit mee mag maken. Vorig jaar natuurlijk promotie, was al heel bijzonder wat daar allemaal gebeurde. En nu eigen huis zie je wel dat het een soort revanche is wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Dat wij het nu met onze supporters kunnen vieren, ja. Ja, maar dat is denk ik het allermooiste, hè? Dat je het inderdaad gewoon met je fans kan vieren. Iets wat toch heel bijzonder is, denk ik, handhaven. Ja, tuurlijk. Uiteindelijk heb je één doel eigenlijk. Je weet al dat je voor handhaven gaat spelen. En nou, je begint het seizoen echt fantastisch. Twee keer gewonnen en zo. En wel een enorme dip gehad natuurlijk na de winter. En nou, we hebben als team gewoon echt heel veel vertrouwen geboost en getankt om positief te blijven. Gewoon het als team te gaan doen. En ja, als je ziet ook vandaag weer, we hebben het niet makkelijk gehad. Tweede helft scoor je echt een hele goede goal, de 1-0. En daarna trek je heel die wedstrijd naar je toe. En ik denk dat het wel ook een heel mooi jaar is om het zo dan af te sluiten. Natuurlijk moet je volgend jaar, volgende week nog wel. Maar ja, het is gewoon heel bijzonder dat je het zo met een thuiswedstrijd zo af kan sluiten. Ja. Ja, je hield het zelf heel lang spannend. Maar de ploeg die je vandaag nodig had, Feyenoord, die deed precies hetzelfde, hè? Ja, we hadden van tevoren al afgesproken om niet heel veel met Emme Feyenoord mee te krijgen. Nou ja, uiteindelijk publiek ontkom je er niet aan. Op een gegeven moment zag je wel veel mensen natuurlijk juichen en springen, liedjes zingen. En dan weet je wel dat het aan de goede kant zit en dan sta je zelf ook nog 3-0 voor. En ik denk dat het wel heel mooi is dat het als Rotterdammer zo mag afsluiten. Nou, waren alle kennissen van overtuigd dat we het niet zouden redden dit jaar aan het begin van het seizoen. Ja, hoe heerlijk is dat dan als je hier nu staat, één wedstrijd voor het einde? Ja, dat is wel echt genieten. Je hoort heel veel mensen van, oh ja, die gaan er gelijk weer uit. Matig team, matige club. Die hebben eigenlijk niks te brengen daar. En het is wel, uiteindelijk hebben wij gewoon al het vertrouwen altijd gehad. En natuurlijk, we hebben het echt als heel de club hebben het gewoon gedaan. En ik denk dat het ook een mooi teken is voor hoe de club ervoor staat. Ook supporters, maar niet alleen de spelers, het staf, maar gewoon van mensen tot kantoor, tot hoe belangrijk het ook voor iedereen is. En ik denk dat het wel ook Excelsior tekent. Gewoon heel veel positiviteit, warme club en ja, dat hoort gewoon in de Eredivisie. Ja, je benadrukt het groepsgevoel en dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. Uiteindelijk pak jij ook nog de prijs voor beste speler van het jaar. Ja. Dat moet ook extra leuk zijn voor jezelf. Ja, uiteindelijk vanuit de supporters is het wel heel mooi dat het zo mag komen. Ik vind het wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Want uiteindelijk de supporters die staan er elke week om ons een warme hand te geven en toch altijd mee te doen en vooraan te staan. En hun hebben het ook niet makkelijk gehad. Maar ik denk dat het wel een enorme eer, moet ik zeggen, om vanuit de supporters beste speler van het jaar te worden uitgekozen en uitgeroepen. En ja, dat bekroont ook het jaar hoe het persoonlijk gaat. Er waren zelfs mensen uit Helmond gekomen om jou de prijs te overhandigen. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ik zag ze niet gelijk staan, maar ja, die mensen die van de supportersvereniging, daar heb ik ook natuurlijk 7 jaar gezeten of gespeeld. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je hun ook weer terugziet. En ja, ze volgen me nog wekelijks. Dus dat vind ik wel mooi om te horen. En ik volg hun natuurlijk ook nog wel. En dat is natuurlijk heel mooi dat hun dan die prijs mogen uitreiken. Ja. De trainer zei net, jullie hebben de komende 10 dagen, wil ik jullie niet op de club zien. Ik heb even heel snel gerekend. Ja, dan komen we toch een paar dagen tekort. Dus hebben we toch een paar dagen verder, want we moeten toch nog een wedstrijdje spelen. Ja. Nee, ja, uiteindelijk volgende week is er nog steeds de laatste wedstrijd. Mooie pot denk ik ook. Het had ook volgende week af kunnen sluiten, maar ik denk dat dit wel extra mooi is. Ja.